Hallo, een hele goede morgen allemaal. Of nou ja, een goede morgen. Misschien kijk je dit wel in de afternoon of in de evening. En dan is het goedemiddag of goedenavond. Dus ik zal maar gewoon zeggen: hallo, hallo. Hier zit Anna. En als je dit ziet, dan kijk je naar een replay van een Facebook Live uit de groep Passievol en Bewust. Ik zou deze week elke week of elke dag in de groep komen met iets te vertellen over een helderheid. En vandaag vertel ik iets over helderwetendheid. Op dinsdagavond 26 februari, dan start ik weer met mijn webinarserie Ontwikkel je helder vermogen. Dat is 5 weken op de dinsdagavond van 8 tot 9:30. En dan vertel ik je alles wat je moet weten over helderheden. Hoe helder te worden, hoe je engelen kunt horen en kunt zien en kunt voelen. En hoe je dingen kunt weten. Nou, en daar hebben we het vandaag over. En deze basiscursus is de cursus der cursussen, noem ik het maar. Want in alle mijn webinars ga ik ervan uit dat je kent en weet wat er in deze webinarserie gebeurt. Het is ook een onderdeel van mijn gecertificeerde opleiding tot praktisch engelenwerker. En nou ja, goed, dat is dus de basiscursus van Ontwikkel je helder vermogens. Vandaag wil ik het hebben over helderwetendheid. En helderwetendheid, nou, dat is een beetje zo van, mensen zullen zelden zeggen van, oh, ik ben helderwetend. Mensen zijn, ik voel dingen, of ik zie dingen, of ik ben helderhorend, ik hoor ze. Maar wat is nou helderwetendheid? Nou, helderwetendheid, dat is een beetje vaag om uit te leggen, maar dan heb je een innerlijk weten en je weet gewoon dat iets is. Je weet je. En dan ga ik ook weer een woord gebruiken wat het dus niet is, want dan zeg ik weer, je voelt wat er is, maar dat is heldervoelendheid. Helder weten is, er komt een bewustzijn, een gedachte binnen, waardoor je instant weet dat er iets gebeurd is of je weet dat er iets te gebeuren staat. Dat is dus niet omdat je het hoort, omdat je helderhorend bent. Het is niet omdat je het ziet, omdat je helderziend bent. Het is niet omdat je het voelt, omdat je heldervoelend bent, maar gewoon omdat je het weet. En helderwetendheid was als kind zijnde mijn allersterkste helderheid. En dat is dus heel lastig om aan grote mensen, wanneer je klein bent, om aan grote mensen uit te leggen dat je gewoon iets weet. Want als je een beetje opgevoed bent van kleine kinderen moet je zien en niet horen. En jij wil altijd in het middelpunt van de belangstelling staan. En het gaat niet altijd over jou. En wanneer grote mensen praten, moeten kleine mensen hun mond dicht houden. En als je dan als kindje zei van ja, maar ik weet het. Ja, maar ik weet het. Ik weet het wat er staat te gebeuren. Dan wordt dat dus door grote mensen zelden tot nooit in dank afgenomen. En dan heb je het als kind zijnde, is het dat best wel heel erg moeilijk. Want als je dan nog iets zou zien, hè, als je dan zou zeggen, ja, maar ik zie een kaboutertje. En die vertelde dat, en dan kunnen je ouders nog denken, oké, het kind is niet helemaal lekker in haar hoofd. Maar ja, oké, ze zegt dat ze het ziet. Maar gewoon iets weten zonder dat je het zou kunnen weten, omdat je ja, nooit in die situatie bent geweest. Maar je weet gewoon iets. Bijvoorbeeld als kind zijnde wist ik dat het dat mijn tante blijvend invalide zou blijven. Nou, en als dan zo'n tante nog in het ziekenhuis ligt en iedereen heeft nog hoop en iedereen is nog met de revalidatie bezig. En ik weet dat gewoon. En daardoor breng je als klein meisje je moeder aan het huilen, waardoor je vader weer boos op je wordt en zegt van ja, kijk nou wat je hebt gedaan. Van, je hebt je moeder tot huilen gebracht. Maar, en terwijl ik als kind zijn had ze van ja, maar ik weet het gewoon. Ik weet het gewoon. Weet je, het was ook geen dingetje voor mij. Weet je, het was gewoon een acceptatie. Ik wist het. En het was gewoon, ik zat meteen in de acceptatie. Mijn tante was mijn tante. Maar ja, goed, ze bleef invalide. En, maar ja, het was mijn tante. Maar als dan de grote mensen om je heen gaan huilen, dan ga je als kindje zijnde, ja, op een gegeven moment toch je mond dicht houden. Want het wordt niet geaccepteerd. Nou ja, en dat is dus zo van, ik zie dus ook dat er tegenwoordig steeds meer heldere kinderen geboren worden. Die dingen weten, die dingen zien, die horen, voelen. En ouders, moet ik zeggen, staan er tegenwoordig steeds meer voor open. Die laten dat maar, of die gaan er maar in mee. Of die hebben zoiets van, oké, ze wil heel jong vegetariër zijn. Laten we dat maar doen. En ja, ze ziet elfjes en kabouters, maar we hebben er helemaal niks mee. En dan denk ik van, dat is zo ontzettend zonde. Want als je nou als ouder zijn en zo'n kindje hebt, en je kunt je kind erin begeleiden. En je kunt tegen je kind zeggen dat het niet gek is. En dat het niet raar is. En dat het goed is. En dat het bestaat. En dat een kind inderdaad iets kan horen, zien, weten wat een ander niet kan. Dan kun je als ouder zijn of als opa en oma zijn. Dan kun je gewoon een kind of een kleinkind daar zo ontzettend in ondersteunen. Nou, een helderwetendheid is er zo eentje.
Dat is gewoon heel moeilijk uit te leggen. En dat ga ik natuurlijk wel doen in de cursus Ontwikkel je heldenvermogen. Maar dat is echt zoiets van, je weet gewoon dat het zo is. En probeer het dan maar eens aan je medemens uit te leggen. Nou, één tip is zo van, als je medemensen er niet op zitten wachten, dan hou je dus gewoon je mond dicht. Ik zie en hoor en veel en weet en heel ontzettend veel. Maar ja, ik denk, ja, als je niet mijn klant bent en je vraagt er niet om, dan hou ik gewoon mijn mond dicht. Ik zie ook wel eens iets dat ik denk van, nou ja, oké, dat zou ik zelf anders doen. Of, goh, maar ja, weet je, mensen zitten daar niet op te wachten op een wijsneus. Dus dan denk ik van, nou ja, ik hou mijn mond maar. En als mensen bij mij komen en klant zijn, nou, dan kunnen ze een reading krijgen, dan kunnen ze healing krijgen. En dan gooi ik er alles uit wat ik zie, wat ik voel, wat ik weet, wat ik ervaar. Dus dat is een heel iets anders. Maar wanneer mensen er dus niet op zitten te wachten, nou, dan ga je dus niet op straat zeggen van, goh, dat of dat. Het is één uitzondering. Als ik echt weet dat er iets staat te gebeuren, waardoor wat echt levensingrijpend zou kunnen zijn, dan zeg ik het wel. Maar niet op een hele directe manier. Ik zeg dat dan op een indirecte manier. Zoals van een paar jaar geleden zag ik dat er iets stond gebeuren met een man van een vriendin van mij. Dan bel ik mijn vriendin op met een kletspraatje. En dan zeg ik zo tussen neus en lippen van, en hoe gaat het met hem? En dan zegt ze, oh ja, goed hoor. En dan kletsen we weer verder. En dan rond ik het gesprek zo een beetje af en zeg ik van, nou, als er nou iets is, dan ga je wel naar de huisarts. Hè? Moet je het wel in de gaten houden. Nou, en 2 dagen later in het ziekenhuis lag hij voor een bypass. En dat was hij met de hond uitlaten bij een bijtje in elkaar gezakt. Maar weet je, dus dan voeg ik dus geen drama toe, maar ik zeg wel van, goh, hoe gaat het? En weet je, hou hem in de gaten en zorg ervoor dat. Nou ja, en dat is dus gewoon helemaal goed gekomen. Dus in zulke soort gevallen zeg ik het dus wel. Nou ja, en dat is dus bijvoorbeeld een helder wetendheid. Van, ik weet dat er iets staat te gebeuren. En als ik het, ja, als het iemand is die benaderbaar is. En iemand waarvan ik denk van, oké, daar kan ik het tegen zeggen. Dan zal ik dat zeer zeker doen. Nou, in die les van helderheid, helderwetendheid, werken we natuurlijk met aartsengel Uriël. Je weet het wel, aartsengel Uriël is de engel die gewoon alle kennis van God bezit. En dat is gewoon heel fijn om met hem aan de slag te gaan. Om je helderwetendheid te openen, te activeren, te stimuleren. Om zoveel mogelijk open te staan voor goddelijke kennis en goddelijke leiding. Want wat wij vaak moeilijk accepteren, maar wat wel zo is, is dat alles is er al. Alle kennis is er al. Er zijn ontzettend veel verschillende dimensies en alles is al een keer gedaan en gedacht en gevoeld en ervaren in welke dimensie dan ook. Het enige wat wij moeten doen is onze lijnen behouden. Dan heb ik natuurlijk de afgelopen serie van Start 2019 goed heb ik eraan gewerkt. Aan de basislijn en op één lijn. Om je uit te lijnen met de goddelijkheid, zeg maar. Zodat je gewoon constant in die stroom zit. Nou, en dat hebben we ook met helderwetendheid. Is dat ook zo met Uriël. Dat hij je aansluit op de goddelijke leiding. Dat je gewoon, dat alles wat er al is, dat je daarin kunt tappen. Dat heb je ook een beetje met de Akashic-chronieken. Daar werken we in deze webinar-serie. Werken we daar niet mee. Maar ik heb er ook al webinars over gegeven met Metatron en de Akashic-chronieken. Dat je de Akashic-chronieken ingaat. En dat je daar je eigen geschriften kunt lezen, zeg maar. Maar dat is een heel andere tak van sport. Dus met helderwetendheid leg ik dus uit wat je ermee kunt. Hoe je dat kunt activeren. Wanneer weet je ook. En dan hadden we natuurlijk ook met helderhorendheid en met helderziendheid. Wanneer weet je nu wanneer je iets goed iets weet. En wanneer je iets fout weet. Nou, je kan er per saldo van uitgaan. Dat wanneer je lieve, luchtige, vrolijke, blije, gezellige dingen weet. Dan is dat afkomstig van God en van de engelen. En krijg je allerlei doemscenario's en drama's en ellende en misère en zulke soort dingen. Dan is dat meestal dat je denkt van, oké, dat is een minder goed weten, laat ik het maar zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat er geen pijn en verdriet en ellende is. Vanochtend maakte ik de fout om eventjes naar een website van een krant te gaan. En het eerste bericht popte erin en toen dacht ik van, oh, dit is waarom ik nooit het nieuws kijk. Dit is waarom ik gewoon nooit, ik moet hier gewoon echt nu totaal mee stoppen. Ze hadden in een of andere dierentuin, hadden ze met een tuinschaar de klauwen van een 14 maanden oude leeuwin afgeknipt.
Dus dan had ik echt zoiets van, oké, weet je, dat voel ik gewoon helemaal. Daar word ik echt gewoon helemaal ziek van. Dus dacht ik van, nou, ik ben hier echt helemaal klaar mee. Ik weet dat er ellendige dingen gebeuren. Ik weet het. Maar ja, laten we het maar over andere dingen hebben. Nou, wat ook heel belangrijk is bij helderwetendheid, is dat je vertrouwen krijgt. Dat je vertrouwen krijgt in dat helderwetendheid echt een dingetje is. Dat helderwetendheid echt bestaat. Want heel veel mensen twijfelen aan zichzelf. Ja, maar hoe kan het dan? Weet je, want ik ben het nooit tegengekomen. Mensen hebben het nooit tegen me gezegd. Ik ben nog nooit in die situatie geweest. Hoe kan het dan dat ik het weet? Nou, en dan vertrouwen krijgen, dat is dus best wel een belangrijk onderdeel van je helderheden ontwikkelen. Een heel diep vertrouwen krijgen en dat is een wisselwerking. Hoe het werkt is, jij geeft vertrouwen aan de engelen en daardoor geven de engelen jou meer informatie. En wanneer jij naar die informatie luistert of daarna handelt, dan hebben ze iets van, oh, ze hoort ons, ze begrijpt ons, ze weet het, ze snapt het. We geven nog een beetje meer. En engelen blijven net zo lang die ene les herhalen totdat jij dat uitgevoerd hebt of herhaald hebt. Dus als jij als enige hoort van stop met roken, stop met roken, stop met roken, stop met roken, stop met roken. En je denkt van ja, kunnen jullie nu eens een keer iets anders zeggen? Engelen geven pas een volgende taak, een volgende inzicht, een volgende opdracht als je die eerste hebt uitgevoerd. Want de engelen gaan ervan uit, ja, als je al geen eens naar een simpele opdracht kunt luisteren, die zo simpel is als stop met roken en jij gaat gewoon door met roken. Ja, wat heeft het dan voor zin om een derde en vierde en vijfde en een tiende opdracht of iets anders te geven? Dus op het moment dat jij vertrouwen hebt en dat jij gaat luisteren naar wat de engelen voor goeds tegen jou te zeggen hebben van stop met roken, stop met alcohol, ga meer wandelen, ga lekker naar buiten, ga dit doen, ga dat doen. En op het moment dat je daarna luistert, dan ga je een volgende stap zetten en dan gaat het in een razend tempo en dan gaan ze steeds meer dingen zeggen. Maar op het moment dat jij herhaaldelijk iets krijgt en totaal niks anders, weet je dat jij. Ja, dat de engelen zoiets hebben van ja, je luistert hier niet naar, dus waarom zouden we je een volgend iets tegen je zeggen? En daar moet je vertrouwen in krijgen. Niet moeten, maar dat is even mijn taalgebruik. Maar daar ga je dan in die cursus ook vertrouwen in krijgen. Dat je iets hoort, ziet, weet. Dat je denkt, oké, ik voer het uit. En dan komt het volgende. En dan komt het volgende. En dan komt het volgende. En dan ga je in een flow met je spirituele ontwikkeling. Natuurlijk doen we een meditatie. Dat doen we dan in een meditatie met de aartsengel Uriel. Want dat is de engel van helderwetendheid. Dan gaan we in die meditatie en hierin gaan we met aartsengel Uriel werken. Om ervoor te zorgen dat jij zo helder mogelijk wordt. En zo wetend mogelijk wordt. En zo helder wetend mogelijk wordt. En natuurlijk krijg je zoals altijd bij die les ook huiswerk. En ontwikkel je helder vermogen, zou ontwikkel je helder vermogen niet zijn als je geen huiswerk zou krijgen. Dan heb ik nu een paar keer het woord niet en een paar keer het woord geen gezegd. Foei. Maar ja, zo is het gewoon. Je gaat huiswerk krijgen. En zoals ik al eerder zei, ik ga het niet controleren. Ik ga je niet bellen. Ik ga je niet mailen. Ik ga je niet overhoren. Ik ga je pas overhoren als jij serieus, als en wanneer jij serieus bent in je spirituele ontwikkeling. En je gaat je certificeren tot praktisch engelenwerker. Dan ga je hier over dit onderwerp. Ontwikkel je helder vermogen, ga je heel veel vragen krijgen bij je examen. Dan ben je, Anneke was toen, denk ik, 2,5 uur bezig met haar theorie-examen. Moest ik ook zeggen dat ze dan het examen deed voor aartsengelenkunde, voor ontwikkel je helder vermogen en voor praktisch engelenwerk. En ze heeft 2,5 uur hele epistels zitten schrijven. En die heb ik allemaal naar moeten kijken, natuurlijk. En dat was dag 1, en toen kwam nog dag 2. En toen heeft ze theorie-examen, praktijk-examen moeten doen. Dus je kunt gewoon deze cursus doen als je denkt van nou, ik vind het gewoon leuk om me te ontwikkelen. Maar als jij in een jaar, binnen een jaar gecertificeerd wil zijn als praktisch engelenwerker en nog uniek willen zijn in Nederland, want er zijn op dit moment nog maar twee gecertificeerde praktisch engelenwerkers, Anneke en Latoya. Dan zou ik zeggen, doe mee met deze cursus. Je kunt deze cursus altijd doen, want hij staat gewoon helemaal klaar online. En dit is de serie 5. Je hebt ook toegang tot en alle video's van 1, 2 en 3 en 4. En dan ook nog 5, dus dat is 35 uur video. Krijg je er allemaal bij, dus je kunt herhalen totdat je helemaal helder van wordt, zou ik het maar zo zeggen. Maar dit is wel de enige keer dat ik het in dit jaar geef. En misschien dat ik in 2020 nog een keer live geef. Maar ik heb zoiets van, ja, ik heb die serie nu echt al 5 keer dan gegeven. Het staat helemaal online. Alle video's staan. Je kunt zoveel video's kijken als je wil.
En dan is het denk ik voor mij weer tijd om andere dingen te gaan doen. Dus wil je nog live een keer meedoen, dan is dit je kans. En zo niet, dan is dat ook helemaal goed. Dat mag je zelf helemaal lekker weten. Dus ja, gaat het met helderwetendheid gaan we het daarover hebben. En ik zie dat ik op dit moment nog twee live kijkers heb. Als jij ik heb zoiets van, het is weekend, ik heb hier een kaartenset. Als jij iets intypt van, ik wil wel een kaartje, mag je je vraag bij intypen of niet. En dus als je naar de replay kijkt, ik trek nu geen kaartjes meer. Nu op dit moment is dit een live, maar als je dit hoort van, je kijkt nu naar een replay, dan is dat al geweest. Dan trek ik voor twee mensen die op dit moment live zijn, wil ik een kaartje trekken. Als je zegt, nee, ik heb geen vragen, dan is het prima, dan ga ik lekker afsluiten. En dan ga ik mijn hele lange lijst met allemaal dingen die ik moet doen, waar ik al dingen op af heb gestreept, die wil ik voor het weekend allemaal nog af hebben. En morgen ben ik zelf op cursus en ik doe ook aan bijscholing, zodat ik jullie zo goed mogelijk kan ondersteunen en bij kan staan. En dan ga ik weer mijn dingen doen. Nou, ik blijf eventjes praten, omdat ik weet dat er altijd enige vertraging zit tussen wat mensen intypen en wat bij mij op mijn beeldscherm verschijnt. Maar ik heb nu best wel een tijdje doorgepraat en ik zie niemand iets intypen. Dus dan ga ik afsluiten. En als jij een van de twee bent die nu kijkt en je denkt van, oh, maar ik wilde nog wat, nou, dan hoor ik dat vanzelf wel. Dan zie ik dat zo meteen in opmerkingen verschijnen. Dus alleen voor die twee die op dit moment live kijken, bied ik deze een kaart trekken aan. Niet voor al die andere mensen die de live of die de replay kijken. Dus al dus, ik ga afsluiten. Ik zie dat ik geen vragen heb. Dan ga ik vanuit leuk een kaartje. Oh, Wilma zegt leuk een kaartje. Oké. Nou, dan krijgt Wilma een kaartje. Heb je nog, neem maar gewoon iets in gedachten wat je wil, Wilma. Dan ga ik voor jou een kaartje trekken. Zo. Oeps, valt een hele pak uit. Nou, het lijkt me sterk dat jij vijf kaarten nodig hebt. Kan zo ook wel. Oké. Nou, Wilma, ik hoop dat je er blij mee bent, want het is een hele fantastische kaart. Improving health. Dus dat kan twee kanten op. Van je gezondheid gaat vooruit, of het is heel belangrijk voor jou om aan je gezondheid te werken en heel bewust om te gaan met het bevorderen van je gezondheid. Nou, had ik het natuurlijk net over het laten van roken en zulke soort dingen. En alcohol drinken. En op dit moment zijn we met in de VIP-groep bezig met stoppen. We zijn gestopt met suiker eten. En dat doen we 11 dagen. En iemand anders doet een suikerchallenge voor 21 dagen suikervrij leven. Maar dat is dus wel misschien wel een dingetje voor je. Dat je kunt kijken op welke manier je nog aan je gezondheid kunt werken. En dat is trouwens ook zo met ontwikkel je helder vermogens. Want ook om helder te worden is inderdaad het stoppen met koffie handig. Het stoppen met roken handig. Het stoppen met drinken van alcohol is handig. Inderdaad, alles wat maar enigszins verslavend werkt. Kleurstoffen, smaakstoffen, antioxidanten, E-nummers, suikers. Dat blokkeert allemaal je helderheid. Ja, en ik weet het. Er zijn mensen die op een parabeurs zitten. Sigaretten roken en super goed medium zijn en helder zijn. Maar ik kom uit de tak van sport van Doreen Virtue. En daar was alles raw food, vegan, organic food. En dat past gewoon heel erg bij mij hoe ik ben. Als jij bent waarschijnlijk anders dan dat ik ben. Dus doe gewoon ook lekker wat zelf bij je past. Ik weet alleen gewoon dan van ervaring. Dat Doreen Virtue zei, en die had het zelfs met bananen. Zegt ze van, als je een banaan eet, je might as well stick it. En daar moesten we heel erg om lachen. Je might as well stick it in je third eye. Omdat het je helderziendheid blokkeert. Dus zij was toen de tijd in ieder geval heel erg voor licht en luchtig eten. Dus, nou Wilma, ik hoop dat jij hier iets mee kunt. De tweede live-kijker, die kijkt nog steeds, maar die heeft niks ingetypt. Dus dan ga ik vanuit dat diegene geen vragen heeft. Dus ik ga lekker afsluiten. Ik wens je een heel, heel, heel erg lekker weekend. Maandag ben ik weer met zowel de orakelthemakaart als met de laatste helderheid. Want dat had ik natuurlijk maandag tot met vrijdag deze week moeten doen. Maar ja, maandag schoot ik me pas om 2:30 s'nachts binnen dat ik het vergeten was. Dus dat hebben jullie nog maandag te goed van mij. Dus ik wens je een heel erg fijn weekend. Zorg goed voor jezelf. En ik ben er maandag weer. Doei doei!